omdat ik zoveel vragen heb gekregen met hoe het nou eigenlijk zit met mijn familie, twee vaders, twee moeders, ga ik het uitleggen met de Draw My Life tag. Het begon allemaal in 1977, toen mijn moeder naar een bar ging samen met een paar vriendinnen. Daar zag ze Ron zitten, dat is dus de vader van mijn broers. Mijn moeder werd op slag verliefd op zijn grote bos met krullen en hij werd eigenlijk ook op slag verliefd op haar. Ze raakte een beetje aan de praat en ongeveer één jaar later gingen ze alweer samenwonen. Op een dag zat mijn moeder de krant te lezen en zag daar een advertentie in staan dat er gezocht werd naar een oppas voor een Chinees meisje van 2 maanden voor 3 dagen in de week. Mijn moeder besloot het te doen en 3 dagen werden 4 dagen, 4 dagen werden er 5 en uiteindelijk woonde Siki bij mijn moeder. Ze vormden samen al een echt gezinnetje en mijn moeder was dan ook heel gelukkig. Toch besloten ze 1 jaar later samen ook een kindje te krijgen. En daar was mijn oudste broer, de schattigste baby op aarde. 1 jaar later, eigenlijk 2 jaar later, maar ik had geen zin om de betekening overnieuw te doen, werd mijn middelste broer Sibon geboren. Dat is de boef van de familie. Hij is uiteindelijk een agent geworden, maar vroeger was het echt een kleine pyromaan. Nog 1 jaar later, eigenlijk dus 2, werd mijn jongste broer geboren. Hij was heel klein toen hij geboren werd, maar uiteindelijk is hij 2,3 meter geworden. Echt een vriendelijke reus. Het was het grote gezin wat mijn moeder altijd al had willen hebben. En ze waren dan ook echt heel erg gelukkig met z'n allen. Het was een heel warm en gezellig gezin. Totdat mijn moeder op een dag naar de dokter ging. En daar verliefd werd op de dokter. De dokter was een vrouw. En ze was hetero. Dus dat werd hem niet. Mijn moeder vertelde Ron dat ze verliefd was geworden op een vrouw en dat ze dan ook van hem af wilde. Ron vond dat heel erg en zag zijn gezin uit elkaar vallen. Maar goed, als zij verliefd is op een vrouw, dan moet dat dus maar. Ron ging weg en mijn moeder was opgelucht dat ze eindelijk uit de kast was. Een paar maanden later ging mijn moeder samen met haar vriendinnen naar een discotheek speciaal voor lesbische vrouwen. En daar leerde ze Gwen kennen. Dat is dus mijn tweede moeder. Samen met Gwen voeden ze mijn broers en zussen op tot de lieve mensen die ze nu zijn geworden. Pas na 4 jaar wilden mama en Gwen toch proberen samen nog een kindje te krijgen. En aangezien 2 vrouwen samen niet een kindje kunnen krijgen, vanwege omstandigheden, kwamen mijn 2 vaders in beeld. De 2 liefste mannen op aarde, die ook samen een kindje wilden, maar ja, dat kan dus ook niet. Dat ging dus met veel gedoe in een afgesloten pot, uiteindelijk in een spuit en daarna in mijn moeder. Ik zeg dus altijd dat ik letterlijk en figuurlijk uit een potje kom. 9 maanden later was ik er dus. Ik haal even mijn haar weg, want ik was dus kaal. Mijn gezin bestond dus uit 1 Chinese zus, de 3 liefste broers ter wereld, ik, nog steeds kaal, en mijn 2 moeders. Uiteindelijk heb ik dus 2 vaders en 4 moeders, want Gwen en mama gingen uit elkaar. Gwen leerde Ingrid kennen, daar ging ik om het andere weekend naartoe. En mijn moeder leerde Sam kennen. Daar was ik de rest van de tijd. En zo zit dus mijn familie in elkaar. En ik zou het niet anders willen. Want mijn familie is me heel veel waard. En ik zou niet weten wat ik zonder hun zou moeten doen. Dankjewel voor het kijken. En dit was gewoon een filmpje tussendoor. Zondag komt mijn 3e vlog.